Er is er weer eentje aan het straten en het zand een beetje aan het glad strijken en doen. Daar zie je een kras lopen. Dat gaat helemaal achter die plant langs naar die kozijn. Maar het gaat ook naar beneden. Ja. Lieve vrienden, we beginnen maar weer eens hier te vloggen. Dus ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenmoel. En dat eventjes hier zittend aan de overkant van de walbeschoeiing. Want ik ga nou niet op de straat staan om zitten, want er rijdt gewoon weer verkeer langs. Ja, er zijn weer een hoop auto's die op hun plekjes staan. Maar in ieder geval, er is er weer eentje aan het straten en het zand een beetje aan het glad strijken en doen. Want ja, dat moet ook gebeuren voordat je het gaat bestraten. Ja, dat helemaal perfect toch. Even gewoon weer uitzoomen. En ik heb de dames bij me. Maar ja, ik zit nou gelukkig. Maar ja, ik wens jullie natuurlijk heel veel plezier. En kijk, daar is de ander, die komt er aangesjouwd. En die behoort ook de straten. Ja, ik ben al aan het vloggen. Dus ja, helemaal top. Helemaal geweldig. En wij gaan weer gewoon verder aan deze kant. En hij moet ook aan het werk. Dus komt allemaal goed. We zeggen lieve vrienden, hou vol goede moed en heel veel kijkplezier. Lieve vrienden, ja, ik ben maar één keer even online geweest. En dat was dus met wandelen langs de gracht. Daar heb ik mijn vlog geopend voor vandaag. Maar ik heb niet gezegd hoe laat het toen was en wat voor dag het was. Nee, nou het is vandaag woensdag en we lopen alweer tegen 16:57, dus bijna alweer 5 uur. Het wordt alweer donker, ja, ik kan je nagaan. Ik ga die troep allemaal opruimen, want ik ben dus al klaar met de jassenboel en die broek. En dat is gisteren allemaal opgehaald door Mary, dat weten jullie. Maar ja, kijk nou eens hoe lief. Ik ben net ook even boven geweest voor Wilma, want ik heb boven een vuilniszak staan. Met allemaal zijde planten waar ik niks meer mee doe. Maar zij zei ook dat ding, dat mooie ding wat Karen heeft mooi heeft gemaakt. Daar heeft ze dus wel wat aan. Dus ik zet het op zo vast van de week even op zolder. Desnoods even met Stefan, die wil wel helpen. Want de kerstspullen moeten we in de meneer niet, ja? Ja, maar ik zit ook nog met dat rad eraan, hè? Dat weten jullie, hè? Ja, ik zal jullie even omdraaien daarvoor. Kijken of je het dan ziet. Daar zie je een kras lopen. Dat gaat helemaal achter die plant langs naar die kozijn. Maar het gaat ook naar beneden, ja. En ik weet niet of je daar houdt. Ja, ik zie het wel. Tussendoor zie je het. Ziet ook wat glinsteren. Ja, daar. Daar dus. Nou. Dat is niet leuk om dat te hebben. Hey. Kriebel in de keel. Kan gebeuren. Ja, dat heeft wanneer je met stoffere dingen bezig bent. Ja. Dus dan ga ik dat allemaal weer opruimen. Dan gaat allemaal de kast in. En morgen ga ik beginnen om verder hier de boel te veranderen. Want ik denk toch dat het de plank naar beneden, wat op dat kastje behoort. En dan ga ik dat eerst passen. Tenminste, ik ga die muur opmeten. Dat die net zo breed is. Dan dat muurtje, dan zou het misschien mogelijk zijn dat dat kastje daar blijft staan. Maar het is nog niet zeker. Nee, maar dat merken we wel, ja. Jij? Of niet dan? Jij? Ja. En Kandalf, nou ja, die vreet bij de klip en op, zal ik je vertellen. Mijn hemel, het tweede bakje hebt hij al, hè? Normaal krijgt hij over
een hele dag 2 bakjes. Boven heeft hij gewoon droogvoer staan. Maar dan krijgt hij droogvoer met natvoer door elkaar heen. Krijgt hij 2 bakjes van. Nou, hij heeft nu de 2e al en dan gegarandeerd wil hij er vanavond nog 1. Ja, nou aan mijn hoelen, dan gaat hij me naar boven eten hoor. Ja. Ik ga nou de boel opruimen, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag verder. Doe het met een lach. Ja, en ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten van Halloween. I am so sorry en ik zal nog eventjes, denk ik, even live gaan. Ja, ik weet nog niet hoe en wat. En anders zet ik het filmpje gewoon zo erop neer. Maar in ieder geval, ja, dan ga ik dus niet live, maar dan ga ik gewoon eventjes, nou, net zo doen als nu. Maar dan komt het gelijk straks even op YouTube te staan. Ja, daar gaat de klok. Dus ik zeg het, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Lieve vrienden, een hele goede namiddag. Ja, good afternoon. Helemaal vergeten jullie er vandaag erbij te pakken, maar ik heb al heel wat gedaan. Ja, dus het is vandaag de 4e van de 11e, 4 november. We leven op donderdag. En we leven om 16:13, op 14 uur net. Dat is helemaal vergeten. Ik heb het gewoon druk gehad. Ja, mijn raam, daar zit nou kit op en mijn vitrage hangt raar. Ja, daar zit nou een knijper in. En er staat een plant, die staat in de stoel. Dat wil je nou, ja, het ziet er niet uit. Kijk. En zo is mijn raam nu. En dan moet ik 4 dagen wachten. Ja, dat er een nieuwe ruiter in komt. Dus ik zal zo meteen even voelen aan dat, die kit, want het is kit. Kijken of het goed droog is, want dan kan ik mijn vitrage neerhangen en de plant weer del zetten en de spullen weer goed neerzetten. Ja. En die zijn dus ook gek. Nou ja, en hier is er dus een. En we gaan een bakje koffie maken, want ik heb dorst. Ik ben net binnen. Ook heb ik een bounty gekocht. Die zal ik ook gelijk meenemen. Zo. Want ik heb een tas met boodschappen. Ja. En dan ook weer vooral koekjes. Niet voor mij, maar de honden. Die mogen ook graag een koekje. Ook heb ik. Een nieuwe zak vrolijksnoepjes mee, maar dan de mini. En die kon ik eerst niet vinden, maar die heb ik nou gevonden. Ja. Leuk als ze die ergens achteraan zetten waar je bijna niet bij kan. Ja, dat is water, lieverd. Dat is gewoon water. Dus ja, al met al. Ik heb brood. Ja, wat heb ik allemaal niet? Dat gaat jullie lekker niks aan. Dat doet er niet toe, voilà. Nou ja, het brood, zoals ik al zei. Ook even wat. Dit zakje. Weer wat voor kandelof erbij. Want ook die moet verwend worden. Hé, hey, ga weg met die snotkoker. Ik heb trouwens een hele mooie husky gezien. Ja, die zat in de winkel wat niet mag. Ah, zo zielig. Zo zielig. Een hele mooie husky. Zwart met wit en blauwe ogen. Prachtig man. Dus ik begin tegen een beetje te praten. Het staat gewoon in de winkel bij de ingang. Maar aan de kant stond hij. Of hij zat. En hij zat daar gewoon los. Wel dat blok. Hoe heet zo'n ding? Waar de riem in gaat. Nou ja, je begrijpt me wel. Die lag naast hem. En ik zeg, oh wat ben je mooi. Je bent toch een mooie husky. En toen kwam die naar me toe, of het door vrouwtje of een mannetje was, daar heb ik niet op gelet. En nou, kwam naar me toe en aaien en snuffelen en doen ze, ja, je ruikt mijn hondjes. En nou, dat meisje die van de winkel zelf, die daar werkt, die heeft hem meegenomen en gevraagd of de eigenaar opgeroepen kon worden. Kom die eigenaar op hoge poten aangezet, zal ik je vertellen. En we krijgen allebei een best grote bek, dat meisje en ik. Van wat hij in de winkel doet. Ja, hallo. Waarom neem jij een hond mee?
Ja, niet om boodschappen te doen, lijkt me. Dat beest, dat mag niet in de winkel komen. En ik vind het bizar van iedere hondeneigenaar, hoor. Elke hondeneigenaar. Maar iedereen moet het voor zichzelf weten. Ik vind het heel bizar. Als jij je hond meeneemt naar een winkel en je bindt hem of haar buiten vast. En je loopt de winkel in waar jij bij wijze van spreken een half uur blijft rondzeulen. Laat dat beest dan thuis. Wat moet het beest mee? Ken die piesje poepen? Nee, die wanneer die vastgebonden zit. En daarbij, hij kan gestolen worden of zij. Laat dat beest thuis. Ja, iedere hondenbezitter. Als je boodschappen gaat doen, laat je hond thuis. Je hoeft niet een hond mee te nemen naar een winkel, want ze mogen er niet in. Ja, een dierenspeciaalzaak, daar mogen ze in. Maar niet een supermarkt, daar mogen ze niet naar binnen, mits jij een begeleiderhond hebt. Maar als je dat niet hebt, mag het niet. Nou, en dan moet je ze vooral niet op zodanige manier vastbinden, dat is ook nog eens een keer zelf los kunnen komen. Maar ja, ze kunnen ook gestolen worden. Ook al heeft het thuis nog zo goed vastgemaakt. Maakt niet uit, dat snij je ze kapot en het hondje gaat wel kwispelend mee hoor. Die vindt het wel allemaal wat leuk. Vrijheid, ja, die loopt zo achter je aan. Nou, nee, geloof mij. Ik neem Elwing en Rijke ook niet mee te boodschappen doen. Ik had Rijke wel eens mee dat ze nog dat ik haar alleen nog had en bleef ze op mijn vloertje zitten. Maar dan moet ik boodschappen doen wat ik in mijn voormandje kwijt kan. Nou, dat is 2-3 dingen en dan is dat vol. Maar dan kan ik niet zo'n grote tas waar Elwing nou al zit te snuffelen meenemen. Want dat staat bij mijn voeten. Dus ik neem haar verder niet mee. Ja, en als ik wegga, dan zijn het beide mee. Of ik moet Elwing laten werken. Ja, maar voor de rest, ze zijn meestal samen. Dus ik neem ze niet mee naar een winkel hoor. Echt niet. Dat doe je je dier niet aan. Heb respect voor je dier, zeg ik dan. Ja, ook al is het nog zo koud, een husky kan er wel tegen, maar heb respect voor je dier. Ga dat niet doen, want ook een husky kan gestolen worden. Het zijn rashonden, weet je? Wat, maar oké, een rare baas, want hij moet blij wezen. Dat beestje zat daar wat niet mag en wij vingen hem op en dan krijg je een grote bek van hier tot yesterday. Dus ja... Bindt hij buiten weer vast, hè? En dan gaat hij weer naar binnen. Ze is ook, ze gaat altijd zo met uw dieren om. Ze is zo dan. Ik moet mijn boodschappen doen. Hè? Ze moet ik ook. Ja, althans moest ik. Maar oké, ik zag ook Marianne nog even en die moest nog boodschappen doen. En ik ging eigenlijk net weg. Dus ja, voilà. De vaatwasser die draait. En de aanrecht is schoon, kookplaat is schoon, alles heb ik al schoon. Ook schoon watertje voor de hondjes. Dus ja, ik ben druk bezig weer vanmiddag. En dan gaan we dus de boel hier opruimen en een bak koffie maken en een bounty eten. En dan zullen we het verder beleven. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Oh, la. Zo kan ik niks doen als ik je op schoot heb. Ja, jij wilt wat eten, hè? Ja, dat zullen we ook zo eerst even doen, hè? Ja. Nou, lieve vrienden, geniet ze. En geniet ook met ons mee.